Rens van Heijden, NEC Willem II 0-0. Hoe sta jij hier na afloop? Wat is jouw gevoel? Nou, gewoon het feit, zonder de wedstrijd beschouwd, ben ik natuurlijk hartstikke teleurgesteld. En eigenlijk op basis van de wedstrijd natuurlijk ook. Ik denk dat wij hier altijd 3 punten hadden moeten pakken. Alleen dat de eerste helft goed gedaan hebben, de tweede helft hebben we het nagelaten. Ja, de eerste helft, NEC speelde best goed. Ze zag er best verzorgd uit allemaal, best wel een tempo in de wedstrijd. Hoe kan het dat de tweede helft dat niet meer lukt, op welke manier dan? Ja, dat is mij ook een raadsel. We hebben er vaker last van dat de tweede helft wat minder is dan de eerste helft. Misschien dat we de krachten niet goed verdelen of... het is wel een aandachtspunt voor ons om dat te veranderen, ja. Ja, het lijkt een beetje op dat NEC veel door midden heen speelt, hè? De flanken weinig bezet. Valt je dat ook op, dat het vanaf uit de 16 vanaf de tegenstander moeilijker wordt? Ja, dat is in principe wel ons systeem. Kijk, we hebben jongens die naar binnen spelen en dat moet voor andere jongens ruimte geven aan de buitenkant. En dat is de eerste helft, denk ik, dat prima tot zijn recht komt en de tweede helft totaal niet. Hoe lastig is het, Rens, om überhaupt tegen dit soort ploegen te spelen? Lastig. Wij moeten doen wat we goed in zijn en wat we de eerste helft hebben gedaan. Als we dat doortrekken, ben ik ervan overtuigd dat hij die wedstrijd gewoon wint. Natuurlijk ga je af en toe met gelijkspel van het veld af. Ik denk dat we te weinig kansen hebben gecreëerd om echt aanspraak te maken op de winst. Maar de eerste helft was verzorgd, de tweede helft was niet goed genoeg. Ja, want vlak voor tijd, jouw directe collega achterin, Kevin Comboy, verlaat dan nog het veld. Is dat ook een besef bij de ploeg van, goh, dit gaat niet meer lukken vandaag? Ja, dan weet je dat het heel moeilijk wordt. Als ik me niet vergis, was het diep van de wedstrijd. Dus dan is het zaak om de nul te houden en dan maar het gelijkspel over de streep te trekken. Aan NEC creëert weinig kansen. Is dat ook een probleem bij jullie eigenlijk dit seizoen? Je scoort nog wel natuurlijk, maar dat het toch wel een beetje lastig is met deze ploeg? Heeft denk ik niks met de ploeg te maken, omdat we jongens hebben die voorheen hebben laten zien gewoon genoeg doelpunten te kunnen maken. Als je kijkt naar vorig jaar hadden we er ook moeite mee en het tweede seizoen zelf pakten we dat prima op met dezelfde jongens. Dus ik denk niet dat we het vertrouwen moeten verliezen in de jongens die we hebben. Zoals we dit jaar hebben laten zien, kunnen we gewoon aardig ballen. En helaas was de tweede helft vandaag niet goed genoeg. Ja, want nu kom je net uit de kleedkamer. Wordt het dan tegen elkaar zo gezegd, Rens, met z'n allen? Van, goh, waarom lukt het niet? Wat wordt er tegen elkaar besproken? Nou, er wordt op dit moment weinig gezegd. Het besef is dat we gewoon 3 punten hadden moeten pakken. En dat is het belangrijkste.